In programma 1 en 2 hebben we aandacht besteed aan de pluktechniek, de werkhouding en het afzet klaarmaken. In dit programma zal worden ingegaan op de hygiëne, enkele belangrijke ziekten, de veiligheid en de hulpmiddelen waarmee we vaak te maken krijgen. Ook deze zaken zijn van invloed op de kwaliteit van het eindproduct en de werkomstandigheden. Binnen het bedrijf is hygiënisch werken erg belangrijk. De kans op ziekten zal hierdoor sterk afnemen. Op een aantal bedrijven begint de werkdag met het aantrekken van schone bedrijfskleding. De bedrijfskleding kan elk moment van de dag gewisseld worden. Wanneer er geen bedrijfskleding wordt gebruikt, zullen we iedere plukdag zelf voor schone kleding moeten zorgen. En moeten de haren regelmatig worden gewassen. Een schoenzool is een verzamelplaats van ziektekiemen. Door het schoeisel te ontsmetten, wordt de kans op infecties kleiner. Piet, ik heb hier iets raars. Ja, Susan, wat zie je dat? Ondanks alle voorzorgsmaatregelen is het een feit dat de kans op ziekte blijft. Na het constateren van een ziekte moet deze meteen worden doorgegeven. Een aantal ziekten kan zich namelijk snel uitbreiden. Daarom moeten ze in een zo vroeg mogelijk stadium bestreden worden. Een ziektebeeld dat regelmatig voorkomt is een schimmelaantasting die droge mol wordt genoemd. Deze schimmel tast gezonde champignons aan. De sporen worden gemakkelijk verspreid tijdens het plukken. Bij deze aantasting moeten er direct maatregelen worden genomen. Bijvoorbeeld door er zout over te doen. Een ander ziektebeeld is natte mol. Natte mol is ook een schimmelaantasting, maar komt minder voor dan droge mol. Het verschil met droge mol is dat er bij deze aantasting bruine vochtdruppels verschijnen. Ook bij deze schimmelaantasting moeten we direct maatregelen treffen. Dit is spinnenwebschimmel. Bij de spinnenwebschimmel begint er eerst schimmelpluis te groeien op een dode knop of een stompje.